gekregen? Omdat Tamignon Marc, dus vader Tamignon, op 26 augustus een ernstig hartinfarct heeft opgelopen. En de revalidatie, de herstelduur, zal minstens een half jaar duren. Hij wenst zelf het proces bij te wonen, heeft de hele procesgang voorbereid. En het is zijn recht om persoonlijk zijn verdediging te komen voeren. Waar is hij op dit moment? In Curaçao. En waar heeft hij dat hartinfarct gekregen? Op Curaçao. Ja. En hoe gaat het met hem? Wel ja, hij moet nog onderzocht worden en daar zal een chirurgische ingreep volgen. Dus het gaat eigenlijk niet goed. Nee. Nu is de zaak uitgesteld. Wat verwacht u, wanneer zou dat verder kunnen gaan? Ik verwacht begin zomer volgend jaar. Ja. Maar we zullen moeten rekening houden met zijn fysieke toestand op dat ogenblik. En eventueel moet de zaak dan opnieuw uitgesteld worden. Zelf wil hij niet liever dan dat de zaak zo gauw mogelijk kan behandeld worden. Want hij had zich volledig voorbereid op de behandeling, de start van het proces vandaag. Ja, ja, dit is natuurlijk overmacht. Ja. Hij staat hier voor de rechter, dat moet voor hem geen pretje zijn. Voelt hij zich schuldig? Hij voelt zich niet schuldig en dit was eindelijk de gelegenheid om zijn verdediging te voeren. En in detail uit te leggen wat er allemaal vooraf gegaan is aan dit proces.